Voor het komend weekend geldt er weer een algehele lockdown. Dit haalde minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren aan tijdens een Zoom-persconferentie van de regering. Tijdens de virtuele ontmoeting met de pers zijn de nieuwe COVID-maatregelen voor de komende 2 weken bekendgemaakt. De bewindsman zegt dat de situatie in de ziekenhuizen nu nog nijpender is geworden. Ze kunnen de zorg niet meer aan vanwege de snel toenemende COVID-19 gevallen. Daarom zullen besmette personen weer in thuisisolatie geplaatst worden, zegt Ramadien. Het is nu all hands on deck. Het is een situatie waarbij we er niet onder komen. We moeten met z'n allen proberen de crisis en de afgrond van de zorg te voorkomen. Er zijn ook andere uitdagingen. Uitbetaling van COVID-toelagen. We zijn drukdoende om naar andere mogelijkheden te kijken om de betalingen sneller en vlotter te laten verlopen. Tot op dit moment zijn, kan je zeggen, met betrekking tot toelagen aan zorgpersoneel, 10 februari 2021 uitbetaald. Er wordt hard gewerkt om de afhandeling van de toelagen van maart 2021 zo spoedig mogelijk af te ronden. De regering en de Nationale Ziekenhuisraad zijn drukdoende om de meest korte termijn, dus de reeds opgestelde opschalingsplannen van de COVID-zorg en afschalingsplannen van de reguliere zorg in place te hebben, maar ook nog de COVID-zorg te blijven financieren. Gezien de snelle stijging van COVID-patiënten, met het gegeven dat wij te maken hebben met verspreiding van varianten, is de kans reëel, en dat bedoel ik heel serieus, de kans zeer reëel dat personen die kwetsbaar zijn eerder zouden kunnen bezweken ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van levensreddende zorg. De bewindsman geeft aan dat voor het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19 een pakket aan maatregelen nodig is. Het beleid van de regering zal erop gericht zijn de import van de COVID-varianten te voorkomen. Een nog verdere escalatie van deze situatie die we nu hebben, zal betekenen dat een totale lockdown niet uitgesloten is. In de komende week zullen wij met onze deskundigen de situatie verder analyseren. En bij een verdere stijging en aanhouding van deze trend zal na afstemming met diverse actoren en het parlement die aanpassing van maatregelen volgen. Het is heel belangrijk om de algemene Mohana-maatregelen nog steeds na te leven. Dit is de enige manier om besmetting met het COVID-19-virus tegen te gaan. Aldus minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De regering doet een beroep op de totale samenleving om de COVID-19-maatregelen in acht te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. De gisteren afgekondigde maatregelen zijn tot 10 mei van kracht.